Neukt u nog wel een beetje, meneer de Ruiver? Ik zal me meteen even vertellen wat voor bedrijven we zijn. We zijn eigenlijk een hele grote familie. Ja, dat kan ik best wel begrijpen. Ja, kijk, het is natuurlijk wel de top hier. En ik heb net een MBA'tje in de pocket. Maar ik zie mezelf hier best wel werken. Beetje kopen, beetje verkopen. Beetje de stoute jongen uithangen. Sorry, Floris. Maar ze zat al te soppen toen ze je foto zag. Zo. Seks? Wat heb je ervoor over? Nou? Maar wat is de vraag? Of je geschikt bent, natuurlijk. Kan je daar iets dieper op ingaan? Passie voor turnen of een passie voor jonge meisjes in strakke turnpakjes? We zoeken wel iemand met een beetje veerkracht. Meneer de Ruiver, wat is nou eigenlijk de reden dat u hier komt solliciteren? Kom ik gelegen? Nou, je hebt niet veel mannen zo te zien. Jezus Christus. Ik hoop dat je gelukkig wordt, lamzak. Met je plantje. Wie heeft er nou een plantje? En de doos. Dat kan ik altijd voor je regelen. Nou, dan pakken we Louise. Die boek ik dan vanavond voor je in. We willen dat die vrouw daar op het podium datgene geeft waar je behoefte aan hebt. Klinkt bijna spannend. Nou, zo zou je niet moeten zeggen. Dan kun je bij de binnenband terecht, ze lost het voor je op. Wat misschien wel heel erg interessant is om te weten, is dat Clint Eastwood hier ooit is geweest. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. Ja. Hij ziet er echt uit als een Lucifer. Neem ze gewoon ondergoed mee. Dat voornamelijk.